Welkom bij het grote debat tussen Geert Wilders en Mark Rutte. Het is voor de eerste keer deze campagne dat ze live met elkaar in debat gaan. En dat doen ze hier bij Eén Vandaag in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is een debat waar al maandenlang naar uitgekeken is. En zoals je kunt zien zit de hele zaal hier vol mensen. Het debat zenden we live uit op NPO 1. Je kunt het ook luisteren op NPO Radio 1. En je kunt het natuurlijk hier op Facebook en als je kijkt ook via YouTube zien. We zenden het hele debat integraal uit. Dus als je blijft kijken hoef je niets te missen. Nou, op televisie begint de uitzending pas over een kwartier. Maar hier op Facebook en op YouTube kijken we alvast rond achter de schermen. En we beginnen even kort op het podium, want daar staat op dit moment nog niemand. Dit is de plek waar ze straks gaan beginnen. Achter die twee katheders staan straks Mark Rutte en Geert Wilders. Voor het eerst gaan ze dus met elkaar in debat. En dat belooft een spannend debat te worden. Het is het debat waar het om gaat, waar het al maanden om gaat. En ze staan op een enorme videovloer waar straks verschillende dingen, stellingen bijvoorbeeld, op geprojecteerd worden. Nou, ze worden dus gadegeslagen door honderden studenten van de Erasmus Universiteit. Maar dat zijn niet de enige toeschouwers. Er zijn ook honderden journalisten uit verschillende landen over de hele wereld. Van Australië tot Japan, Al Jazeera is hier om dit debat te volgen. Want dit gaat niet alleen over de Nederlandse verkiezingen volgens veel buitenlandse media. Maar dit is echt al een soort voorproefje voor wat de rest van Europa te wachten staat. Als bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland naar de stembus gaan. We gaan even kort vooruitblikken met een aantal politieke duiders die ook bij de uitzending zitten. Onze eigen Remco Teulings. Ja, Remco, kun je me kort uitleggen waarom dit debat zo belangrijk is? Nou ja, het is de eerste keer dat deze twee één op één tegenover elkaar staan. Rutte heeft het Carré-debat nog gedaan, maar Wilders nog helemaal niets. Dus het is de allereerste confrontatie. Geert Wilders heeft nogal eens een keer een debat afgezegd de afgelopen weken. Is hij er nu wel? Ik kan bevestigen dat hij binnen is. Ja, ja. Je hebt hem al gezien gesproken? Mijn collega's hebben hem gezien. Ja. En die vertrouw ik wel. Ja. Dus het gaat gebeuren. Paul Jansen van de Telegraaf die zit naast je. Ook jij gaat zo meteen het debat bekijken. Hoe spannend vind je het? Nou, dit is de confrontatie waar iedereen al heel lang naar uit heeft gekeken. Dus ik feliciteer jullie dat jullie me hebben binnengehaald. Maar ik hoop wel dat het niet alleen verbaal vliegen afvangen wordt, maar dat we ook inhoudelijk duidelijk krijgen waar de standpunten precies zitten. En dat ook iets meer helder wordt wat nu fictie is van de plannen en wat werkelijkheid. De verwachtingen zijn nogal hoog gespannen. Maar zijn ze niet te hoog gespannen? Verwachten we er niet te veel van? Nou, dan hadden jullie misschien wat minder trailers moeten uitzenden in de aanloop naar hier naartoe. Want volgens mij heeft met name Eén Vandaag het heel erg spannend gemaakt. Wat ik juist knap van jullie vond. Dus nee, ik denk niet dat het te hoog gespannen is. Met name de VVD heeft hier ook op aangestuurd. En ja, Rutte moet het nu laten zien. Dit is zijn kans om die tweestrijd waar hij al zo lang op hoopte, maar die maar niet van de grond kwam. 2 dagen voor de verkiezingen is het er eindelijk. Het wordt een heel kort uitsprintje. Frank Hendricks van de Volkskrant, die zit daar weer naast. Ja, meneer Hendricks, we hebben net de heren Teulings en Jansen al horen praten over het debat. Hoe kijk jij ernaar? Ja, het is natuurlijk 2 dagen voor de verkiezingen. Je kunt wel vaststellen dat beide campagnes, zowel die van Wilders als van Rutte, nog niet erg voorspoedig verlopen. Ze zijn eigenlijk eerder weggezakt. De verschillen met de andere partijen is kleiner geworden. Dus de druk zal toch groot zijn bij beide lijsttrekkers. Dus ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. We gaan het zo meteen allemaal zien. We gaan het afwachten. Succes zo meteen bij het debat. Maar wij lopen ondertussen even verder de zaal in. Want we zijn hier dus volop bezig met de laatste voorbereidingen voor dat grote debat. Als je meekijkt op Facebook trouwens, stel dan ook vooral je vraag. Je kunt ook al reageren tijdens het debat. Je kunt bijvoorbeeld een duimpje laten zien voor Geert Wilders. Of een hartje sturen voor Mark Rutte. Moet je even bepalen wie jij vindt dat het beste doet in dat debat. Maar reageer vooral. Je kunt ook je vragen stellen in de comments. Praat gewoon mee, ook tijdens de uitzending, tijdens het debat. Dan gaan wij even gewoon langzaam deze grote zaal uit. Waar over een kleine 5 tot 10 minuten, kleine 10 minuten is het ondertussen, Wilders en Rutte dus met elkaar in debat gaan. Nou, op het journaal Ron Vreese praat op dit moment ook over dit debat. Nou, in de zaal hier buiten er zitten honderden journalisten klaar van Al Jazeera, Japanse televisie, Australische televisie, de Amerikaanse televisie is er. En allemaal proberen ze te achterhalen wie zo meteen dit debat gaat winnen. Want dit debat zou, het hoeft niet, maar het zou een gamechanger kunnen zijn. En dan zoeken we onze eigen Gijs Rademaker op. Die is druk bezig met de voorbereidingen, ook voor de uitzendingen. Hij moet zo meteen zijn laatste peiling presenteren. En hij staat daar nog even zijn tekst te oefenen. Misschien moeten we hem nog heel even met rust laten. Maar Gijs kan ons precies vertellen hoe de heren er in de peilingen voor staan. En vooral wat ze tijdens dit debat moeten doen om als beste uit die show te komen.
Gijs, mag ik je even kort storen? Ja, zeker. Mag dat? Wat ben je aan het doen? Ik ben nog even de tekst aan het oefenen. Ik heb geen autocue, ik moet dadelijk gewoon uit het hoofd. En normaal heb ik een heel groot scherm naast me. Dat scherm dat zit nu op ongeveer 40 meter afstand. Dus je moet wel even goed nadenken wat je gaat zeggen. Is dit een spannende dag ook voor jou? Het is voor Rutte en Wilders natuurlijk spannend, maar hoe sta jij erin? Nou, als opiniepeiler is dit voor ons gewoon een hele spannende dag. We peilden gisteren, precies tijdens die Turkije-crisis. Ja, en dan zie je eigenlijk dat wij geen groot verschil peilen in onze laatste peiling, maar dat is tot vandaag. En de vraag is natuurlijk, ja, wij zien geen effect in de crisis. Wat gaan de peilingen de komende dagen nog doen? Dus in die zin is het heel spannend voor ons deze dagen. Je hebt ook gekeken naar waar Rutte en Wilders het verschil kunnen maken. Waar moeten ze nou op letten tijdens dit debat? Om een beetje punten te scoren. Je ziet dat Rutte zich vooral heel presidential gaat opstellen. Zorg dat je overkomt als de premier. Dat doet hij nu wel. Je ziet het in zijn persconferenties. En deze crisis die helpt hem daar natuurlijk wel bij. Hij heeft het alleen maar over internationale media, et cetera, et cetera. Dat helpt zijn imago. Dat is belangrijk. Kiezers moeten hem als de betrouwbare premier zien. Zo zullen ze hem zich zien opstellen. Tot nu toe moet hij namelijk zo ongeveer Buma en Pechtold naast zich dulden als het gaat om premierwaardigheid. Als wij kijken naar kiezersonderzoek. En Wilders heeft twee dingen. Hij zal natuurlijk gaan hameren op Turkse vlaggen in Rotterdam om het sentiment wat bij zijn kiezers natuurlijk belangrijk is dit weekend, om dat levend te houden tot en met die verkiezingen. En daarnaast zie je dat heel veel twijfelende kiezers die denken, moet ik wel PVV stemmen of niet, die moet hij uitleggen wat hij dan gaat doen. Hoe gaat hij de besluiten die hij allemaal wil, hoe gaat hij die uitvoeren? Als hij daar iets meer van uitlegt, en dit is een perfect podium daarvoor, ja, dan kan hij een aantal twijfelende kiezers naar zich toe trekken. Maar Geert Wilders die moet vooral wegblijven van alleen maar ronkende teksten en ook echt met oplossingen komen. Ja, dat is wat veel kiezers echt letterlijk tegen Geert Wilders zeggen. Hou nou eens op met het afdraaien van die plaat. Zorg nou eens dat je echt vertelt hoe je dingen gaat doen. Maar die Turkije-crisis is een gamechanger aan het worden. Wij zien de verschuivingen nog niet, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dat de komende dagen zo blijft. Okay, nou, we laten jou even met rust. We zien je zo meteen terug in de uitzending op televisie. Maar ook hier op Facebook en als je meekijkt via YouTube, dan zul je zo meteen ook Gijs zien. Je weet al iets meer dan de mensen die gewoon naar het 6 uur journaal kijken op dit moment. En dit is de plek achter de schermen waar Rutte en Wilders zo meteen naar de zaal zullen lopen. Ze zullen nog een zendertje, een klein microfoontje opkrijgen, maar ze komen, dat kun je hier alvast zien, achter die deur vandaan. Nou, wij zijn daar niet, wij mogen daar niet naartoe. Het is voor ons verboden gebied, zelfs voor ons. Want het staat daar vol met beveiligers, want vooral voor Wilders zijn die beveiligingsmaatregelen natuurlijk enorm. Nou, en dat merk je hier overal, want de politie staat overal buiten. Nou, je ziet er hier eentje staan ook in de gang. Een politiehelikopter die cirkelt hier boven het gebouw rond. Dit is echt een debat waar veel verschil gemaakt kan worden. Maar wat ook gewoon een ontzettend groot veiligheidsrisico is voor de veiligheidsdiensten. Nou, ze willen natuurlijk geen enkel risico nemen, zo vlak voor de verkiezingen. Lopen wij nog even verder achter de schermen. Want achter deze deur, je ziet het daarboven al, gaan we naar de plek waar veel techniek zich bevindt. En als we dan deze trap opgaan, een hele smalle wenteltrap, dus je zult ons even een beetje de tijd moeten geven. Dan komen we op de plek waar zo meteen bijvoorbeeld Gijs Rademaker, die je net zag, zijn praatje gaat doen. Hij heeft het beste uitzicht van eigenlijk iedereen. Hij kijkt van bovenaf over die zaal heen en heeft zo een prachtige overview. En even kijken wie er nu staat. Kijk, ik moet even wat stiller zijn. Nou, dit is het uitzicht wat ik bedoelde. Hier heb je natuurlijk een prachtig overzicht. Hier zie je ook duidelijk dat enorme decor met die grote glazen videovloer. En dan lopen we even wat verder naar achteren. Wat Frits Wester van RTL Nieuws. Hey. We hebben net al wat collega's van je gesproken in de zaal. Die hadden het over een mogelijke gamechanger wat dit debat zou kunnen zijn. Hoe kijk jij ernaar? Kan. Je zag wel dat VVD en PVV, ja, die zaten elkaar een beetje op de hielen. PVV was aan het zakken, zo die de afgelopen weken. VVD groeide langzaam wat door. Ja, van het weekend die hele diplomatieke ruil met Turkije. Sommige peilingen zie je dat het eigenlijk vlak blijft, dat beide wat stijgen. Ik verwacht ook nog wat peilingen dat andere partijen of de VVD misschien toch nog een stukje door gaat stijgen, PVV ook. Maar je ziet dan eigenlijk twee dingen op zo'n moment. Rutte is natuurlijk lijsttrekker van de VVD voor de campagne, maar staat er ook ineens als premier namens het kabinet. Met Lodewijk Asje, met Bert Koenders, de minister van Buitenlandse Zaken, neemt die strenge maatregelen. Maar dat straalt meestal af op de premier. Tegelijkertijd kan de PVV zeggen, ja hallo, hier hebben wij toch altijd voor gewaarschuwd, dus kijk ook even goed naar ons toe. Dus ik denk dat beide nog wel even wat gaan stijgen. Nou heb ik hier vandaag al honderden journalisten van over de hele wereld gezien. Ze komen tot uit Japan en Australië.
Waarom is onze verkiezing, we zijn toch een relatief klein landje in Europa, waarom zijn wij zo interessant voor al die buitenlandse media? Nou, er is natuurlijk heel veel aan de hand in Europa. We hebben het Brexit gehad, krijgen straks verkiezingen in Frankrijk. Populisme komt daarop, Le Pen. We zien de bewegingen in Duitsland, Italië, straks verkiezingen. En wij zijn eigenlijk het eerste land met nationale verkiezingen na de Brexit. We hebben Donald Trump gezien in Amerika. Dus ja, het is toch een beetje een graadmeter voor wat verder in Europa gaat gebeuren. Valt Europa uit elkaar? Gaan we misschien de euro opheffen? Van dat soort dingen die Geert Wilders graag wil. Daar kijken buitenlandse journalisten nauwlettend op. Want wat gaat daar gebeuren in dat kleine, altijd zo tolerante Nederland? Ik hoop dat we hier na het debat nog even kort kunnen spreken om te kijken hoe het nou eigenlijk is gegaan. Hier de komende 3 kwartier. Succes met het volgen van het debat en geniet ervan. Vooral. Tot straks. Jo. En dan lopen wij ondertussen weer even terug naar achteren. Terwijl we nog even een laatste blik op dat decor werpen. Dat decor waar dus straks Geert Wilders en Mark Rutte voor het eerst met elkaar in debat gaan. En jullie zijn er live bij. We staan hier in de Erasmus Universiteit, waar dat grote Eén Vandaag verkiezingsdebat zometeen live vandaan komt. Over iets meer dan 6 minuten begint het debat al. Dus als je net bent ingeschakeld, blijf vooral even kijken. Schakel nog niet weg, maar zet je televisie aan op NPO 1 bijvoorbeeld. Luister naar de radio op NPO Radio 1. Of blijf gewoon lekker hier kijken op Facebook of YouTube. Want ook hier zenden we zometeen voor het eerst dat hele debat uit. Nou, dan lopen wij even snel weer dat kleine wenteltrapje af, zonder dat we naar beneden kukkelen. En dan kijken we even of Geert Wilders en Mark Rutte zich al voor die zaal aan het voorbereiden zijn op dat debat. Of ze zich al klaarmaken voor die strijd hier in de arena. En dan gaan we deze deur uit. En dan staan we eigenlijk weer midden in het gebied waar het gebeurt. Nou, en zoals je ziet staan hier Geert Wilders en Mark Rutte al klaar om zo meteen de zaal in te gaan. Ze worden nog even op de foto gezet door een paar fotografen en lopen nu de zaal in. Je ziet hier een hele zaal vol met studenten, mensen, medewerkers van de Erasmus Universiteit. Mensen die allemaal in afwachting zijn van dat grote debat tussen die twee mannen op rechts. En dit debat kan zomaar een heel groot verschil maken. Je ziet dat Wilders daar aan de rand van het podium klaar staat om zo meteen het podium op te gaan. Aan de andere kant, op links zou je kunnen zeggen, wat wel paradoxaal is, staat Mark Rutte klaar. Hij krijgt nog even de microfoon opgespeeld en mag zo meteen het podium betreden. Dan hebben wij nog even tijd om hier met wat studenten te praten. Wat verwacht jij ervan? Ja, dit wordt natuurlijk het hekste spektakeldebat van de verkiezingen. Ik bedoel, met die Turkse rel van het weekend moet het natuurlijk gewoon vuurwerk worden op de onderwerpen integratie. Ik verwacht ook weer van economie. We hebben een volle zaal met economiestudenten die allemaal kritisch zijn over de plannen van Wilders. Die op 1A4'tje, dat kan natuurlijk nooit. Maar jij bent dus voor de VVD, voor Mark Rutte? Ik ga je zeker niet vertellen op welke partij ik ga stemmen. Maar ik ben in ieder geval niet voor Wilders. Maar ik ben benieuwd hoe hij het enige debat van de verkiezingen gaat doen. Maar kan hij je overtuigen? Zo meteen. Sta je er open voor? Ik sta open voor al zijn antwoorden, maar ik verwacht niet dat Wilders in staat is deze kritische studenten te overtuigen. Nou, jou misschien niet, maar er zitten hier nog een paar honderd anderen, hè? Er zitten hier nog een paar honderd anderen en die mogen dat zeker na afloop even aan u laten weten dan. Ja, dat gaan we zeker doen. Even dank. Geniet van het debat. Ik hoop voor je dat het ook echt het spektakel wordt waar jij op hoopt en waar niet alleen hij op hoopt, maar waar heel veel mensen, waar misschien heel Nederland wel op hoopt. Want Geert Wilders is tot nu toe de confrontatie toch vooral uit de weg gegaan. En dit is dus de eerste plek, deze zaal, waar hij zo meteen het debat aangaat tijdens deze verkiezingsstrijd. Het debat hier in Rotterdam, dat begint over een kleine 3 minuten. En je bent er live bij, op Facebook en op YouTube. En als je kijkt, laat dan vooral je reactie achter. Laat weten of je zo meteen vindt dat Rutte het goed doet, door gewoon even een hartje te geven. En voor Wilders moet je gewoon een duimpje omhoog steken. Dat is het belangrijkste. En laat ook vooral een reactie achter in de comments als je vindt dat een van de twee het heel erg goed doet. Of als je wilt dat we jouw vraag stellen na het debat, tijdens onze napraat hier op Facebook en op YouTube. Want jij kunt meepraten. Het is een debat wat ontzettend belangrijk is zo vlak voor de verkiezingen. Dus als je nog vragen hebt, stel dan vooral je vraag op Facebook. Laat een reactie achter op YouTube. En wij proberen die vraag mee te nemen zometeen na het debat
hier in Rotterdam op de Erasmus Universiteit. En dan kijk ik even op de klok, want over 2 minuten begint dat debat hier al. Hier mag u ook weg, we gaan over 1 minuut beginnen. Dankjewel. We moeten het middenpad vrij houden, alsjeblieft. Ons wordt nu ook gevraagd om de zaal te verlaten, dus wij gaan ruimte maken voor de grote televisieuitzending die zo meteen gaat. Wij maken ons klaar voor de grote uitzending. Het debat tussen Geert Wilders en Mark Rutte. Die op het punt van beginnen staat. Achter deze deur moet het de komende 3 kwartier gaan gebeuren. Het eerste en enige debat. 1-op-1 tussen Geert Wilders en Mark Rutte. Wordt het een gamechanger of niet? Ik zou zeggen, laten we gewoon allemaal gaan kijken. En ons laten verrassen door wat er hier zo meteen gebeurt. Achter deze deuren. Nog een kleine minuut, een halve minuut te gaan. En dan begint onze uitzending die je hier rechtstreeks op Facebook en YouTube kunt meekijken. Goedenavond, dit is 1 Vandaag. Welkom bij het debat tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Premier Rutte, de Pinocchio van de lage landen. Ik vind dit echt puur populisme. Een nep-parlement. Echt verschrikkelijke termen, die dragen niets bij. Neem ontslag. Dat ga ik niet doen. Nog 2 dagen tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op deze maandagavond 13 maart een debat tussen de leider van de VVD, premier Mark Rutte, en de leider van de PVV, Geert Wilders. 2 partijen die al bijna 2 jaar aan kop gaan in de peilingen. Dit debat, live vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt rechtstreeks uitgezonden, ook via Radio 1. De EFR, de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam, is onze ruimhartige gastheer hier. Hoe de beide lijsttrekkers het doen, dat bespreken we na afloop met Paul Jansen van De Telegraaf en Frank Hendricks van De Volkskrant. Maar eerst de 2 heren die we deze campagne nog niet rechtstreeks tegenover elkaar hebben gezien. Tot nu. Dames en heren, hier is de leider van de VVD en de premier van Nederland, Mark Rutte. En zijn uitdager, de lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid, Geert Wilders. Welkom. Goed debat. Heren, hartelijk welkom. Meneer Rutte, het was de Turkije-crisis, de ongewenste komst van een Turkse minister en haar uitzetting uit Nederland. Er is sprake van een ongekende diplomatieke crisis. Zou u dit de volgende keer op exact dezelfde manier aanpakken? Ja. U bent tevreden over hoe u dit heeft opgelost? Ja. Meneer Wilders, u ook? Nou, het is goed dat de Turkse minister niet binnen is gelaten, dan wel is weggestuurd. Maar we hebben een veel groter probleem. En dat probleem is al die mensen die er op dat plein stonden met Turkse vlaggen en bewezen dat ze geen Nederlander waren, maar Turken zijn. Meneer Rutte. Nou ja, dat is natuurlijk een probleem. We hebben een probleem met integratie. We weten dat van de Turken ongeveer 80% hier een positieve bijdrage levert, hier goed integreert.
En dat ongeveer 20% dat hij nog zich sterk verbonden voelt met Turkije. En wat die avond gebeurde, is natuurlijk totaal onacceptabel. Dat je vanwege protesten, vanwege bezwaar tegen het uitzetten naar de Duitse grens van de Turkse minister dit soort gedrag gaat vertonen. Ja. Die rellen hiervoor staat. Dat is totaal onacceptabel. Nou, misschien, want dit klopt niet wat de minister-president zegt, met alle respect. De Turken in Nederland zijn niet goed geïntegreerd. Vorig jaar was er een verkiezing waar Turken ook in Nederland mee mochten doen. En 69% van de Turken in Nederland, geen enkel Europees land, waren de aantallen zo hoog, kozen de Nederlandse Turken voor Erdogan. Ja, we gaan als het gaat dit om de onderwerp integratie, blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat slechts 12% in enigerlei mate op Nederland is gericht en de grote meerderheid niet. We Meneer Wilders, we zullen op dit onderwerp kolonnen in Nederland. Okay, we zullen op dit onderwerp terugkomen straks in het debat. Ik wil toch nog eerst even van premier Rutte weten. De Turkse president Erdogan die noemt Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme. Moet hij dat terugnemen? Dat hebben we gezegd, ja. We vinden dat dat moet worden teruggenomen. Ik vind dat totaal onaanvaardbare en onacceptabele uitspraken. Dit kan absoluut niet. Je ziet nu dat er partijen zijn die zeggen, je zou nu al meteen, ook als Nederland, verder moeten escaleren. Ik denk wat wij zaterdag gedaan hebben is ongekend. Een Turkse minister de toegang tot het vliegveld weigeren hier in Nederland, Schiphol of Rotterdam. En een Turkse minister uitzetten. Leiderschap is nu ook vanuit Nederland niet verder escaleren. Maar als de Turken verder escaleren, dan zullen wij ons daar ook toe moeten verhouden. Ja, de Turken escaleren verder. Meneer Erdogan heeft gisteren opnieuw herhaald voor de televisie dat hij Nederlanders fascisten vindt. Dat hij Nederlanders nazi's vindt. Hij heeft nota bene de helden die er op dat plein hebben schoongeveegd uiteindelijk. Omdat het niet anders kon. Onze politieagenten willen ze voor de rechter dagen. Dus ik dacht, er is al geëscaleerd. En dan moeten wij niet, meneer Rutte, zomaar wat gaan staan en zeggen van we willen niet escaleren. We moeten antwoorden. Op zijn minst de Turkse ambassadeur en de rest van zijn staf lineair recht naar ons land uitzetten. Hier is anders, wel anders pikken we dat we worden beledigd en onze agenten ook. Maar hier is het verschil tussen vanaf de bank twitteren of het land besturen. Als je het land bestuurt, moet je verstandige maatregelen nemen. En dit is niet verstandig. Ja. Oké. Heren, geen zorg. We komen op dit onderwerp terug in het debat. We gaan beginnen. Laten we eerst eens kijken hoe uw beide partijen en trouwens ook de anderen ervoor staan in onze laatste zetelpeiling. De stemming met Gijs Rademaker. Gijs. Ja, voor zowel Rutte als Wilders staat er vanavond ongelooflijk veel op het spel. Laten we kijken naar die laatste peiling die gisteren gehouden is. Tijdens die Turkije-crisis dus. Brengt dat kiezers in beweging? Nou ja, je ziet het eigenlijk. Het kan nog komen, maar voorlopig zien we die beweging dus niet. Het brengt PVV en VVD gezamenlijk bovenaan op 24 zetels nog steeds. CDA gaat de laatste 3 weken elke peiling een zetel omhoog, kijken we als we verder schakelen en staat nu derde op 21. Ja, en niet zo heel veraf volgen SP, GroenLinks en D66. Ja, de PvdA kan niet aanhaken, zakt van 12 naar 10 zetels. Ik zie eigenlijk dat het beeld nog stilstaat. Klopt dat? Dat klopt. Ja, dan moeten jullie mij op mijn woord geloven. Dus ik herhaal nog één keer. CDA staat dus op 21 zetels. SP, GroenLinks en D66 staan alle drie op 16. PvdA op 10. Ja, als je kijkt dan naar de christelijke partijen. Dus de SGP en de ChristenUnie staan op 3 en 7 zetels. En de Partij voor de Dieren en 50PLUS noteren allebei 5 zetels. Dus ook niks verbeterd voor Henk Krol. Nou, afgaande op deze peiling zouden 3 partijen nieuw in de Kamer komen. Forum voor Democratie, DENK en de Piratenpartij. Nou, zie hier dus het veld 2 dagen voor de verkiezingen. Het beeld van de afgelopen weken blijft voorlopig nog staan. Is dit een voorspelling van de echte uitslag? Nou, waarschijnlijk niet. Want als we de onzekerheidsmarges erbij nemen, dan zie je eigenlijk dat er, u hoorde het net van mij, u ziet het niet, maar u hoorde het net, 3 partijen heel dicht bij elkaar staan. Maar eigenlijk zijn er 6 partijen nog in de race om de grootste te worden. Nou, en daarbij moet ik het cijfer noemen dat 4 op de 10 kiezers nog twijfelt over hun stem. Twijfelt tussen verschillende partijen. Uiteindelijk kan er dus nog heel veel gebeuren. We gaan waarschijnlijk de komende dagen de effecten van die Turkije-crisis in de peilingen nog wel terugzien. Maar vooral 2 hoofdrolspelers, misschien wel de 2 hoofdrolspelers van de campagne, gaan hier achter mij nu voor het eerst met elkaar in debat. Oké, VVD en PVV dus dicht bij elkaar of op gelijke hoogte aan kop. CDA stijgt ietsje naar 21 en daarna een aantal partijen op 16 zetels. D66, GroenLinks onder andere. En een sterk bij elkaar blijvend middenveld dus nog steeds. Goed, heren. Dank Gijs voor de helderheid. Dit debat duurt ruim een half uur.
En we hebben met u afgesproken dat het hier over drie thema's zal gaan. Over economie, zorg en immigratie en identiteit. Elk thema wordt ingeleid door een kort filmpje. U debatteert dus drie keer. En mijn taak is om te zorgen dat u beiden ongeveer evenveel aan het woord komt. Dat u op elkaar reageert en bij het thema blijft. Afspraak is bovendien dat u niet door elkaar praat. Akkoord? Prima. We gaan beginnen. Door elkaar heen. Het is toch belangrijk om even dat akkoord niet praten, te krijgen. Het eerste debatonderdeel is de economie. De crisis ligt achter ons. De economie zit in de lift. Bedrijven slepen weer orders binnen. De banenmotor komt op gang. De werkloosheid daalt. Steeds meer mensen vinden een baan. Toch zit nog altijd bijna 500.000 mensen zonder werk. En vooral werkloze 50-plussers komen maar niet aan de slag. Niet iedereen merkt het economisch herstel. Maar de lijn naar boven is ingezet. Komt dit door de groeiende wereldeconomie? Of is het economisch herstel te danken aan dit kabinet? Is het economisch herstel te danken aan dit kabinet? Meneer Wilders, u trapt af. Nee, niet bepaald. Dit kabinet heeft de crisis eigenlijk alleen maar versterkt door in een hele moeilijke tijd. Ik herinner me nog de onderhandelingen in het Katshuis. Nederland zat al in een crisis. En op een gegeven moment wilde meneer Rutte dat wij nog verder gingen bezuinigen in de zorg. In het eigen risico, de belastingen verder omhoog. Hij zou heel Nederland in een chaos hebben gestort als wij niet daar een stokje voor hadden gestoken. En natuurlijk is het volgens de papieren zo dat het beter gaat in Nederland. Maar er is ook nog een werkelijkheid bij de mensen thuis. En de mensen thuis die nu vandaag naar dit programma kijken, naar ons debat, die hebben alleen maar gezien dat hun lasten zijn verzwaard. Dat er banen zijn verdwenen, dat er bedrijven failliet zijn gegaan. En dat zij, als het gaat om hun huur of hun eigen risico of hun belastingen, dat dat alleen maar is gestegen. En ze hebben alleen maar last gehad van deze crisis. Dus als het al beter gaat, is het niet dankzij dit kabinet, maar hooguit ondanks dit kabinet. Ik hoor u zeggen... Kijk. Als Geert Wilders hier gelijk zou hebben, dan zouden Italië en Frankrijk nu de best presterende economieën van Europa zijn. Die hebben namelijk niet, toen het nodig was, hervormd en bezuinigd. Dat heeft Nederland wel gedaan. Dankzij Geert Wilders hebben we er een half jaar langer over gedaan, omdat hij Nederland in een politieke crisis stortte aan het begin van die zware economische crisis. Het was de zwaarste crisis van na de Tweede Wereldoorlog. We staan er nu veel beter voor. We zagen in 2016 dat we de snelste banengroei hadden sinds 10 jaar... en de snelste daling van de werkloosheid ook in 10 jaar. Wat we nu moeten doen de komende jaren is absolute prioriteit geven aan de middenklasse in Nederland, aan de hardwerkende Nederlanders. Die hebben ook meegedragen die crisis. Die moeten er nu ook van gaan profiteren dat we uit die crisis komen, dat ze het ook zelf gaan merken dat dat gebeurt. Meneer Wilders zegt de mensen thuis merken het niet, het economisch herstel. Het probleem is dat we uit die crisis komend nu wel zien dat heel veel mensen aan de slag komen. En dat ook heel veel mensen er weer wat geld bij krijgen, ook in hun bedrijven, in hun banen. Dat de bedrijven ook weer winstgevender zijn, wat goed is voor de mensen. Maar wat ik nu wil, is de volgende stap zetten. Nu we er zo goed voor staan en de best presterende economie zijn van dit deel van de westerse wereld, de meest competitieve economie van de hele Europese Unie, is nu de tijd gekomen, en daarom wil ik ook door met deze baan, wil ik door als premier, om ervoor te zorgen dat mensen dat in hun persoonlijk leven gaan ervaren. Die kans ligt er nu en die kans moeten we met elkaar pakken. Dat is echt cruciaal. Meneer Wilders. Ja, wie gelooft hem dan nog? Ik zie hem nog staan, 5 jaar geleden, voor de vorige verkiezingen. Met prachtige doorrekeningen van het Centraal Planbureau, van het verkiezingsprogramma van de VVD. En we zouden belastingverlaging krijgen. En we zouden een streng immigratiebeleid krijgen. En iedereen zou 1.000 euro krijgen. En wat is er van die belofte allemaal waargemaakt? We hebben de immigratierecord na immigratierecord. We hebben alleen maar belastingverzwaringen gehad. En die 1.000 euro die is er inderdaad gekomen. Maar niet voor de Nederlander, maar voor die asielzoeker en voor die Grieken. De Nederlander wacht er nog steeds op. Meneer Rutte. Ja, meneer Wilders, als we het over geloofwaardigheid hebben. U loopt weg uit het Katshuis in 2012, het begin van een crisis. U besluit om vlak na de verkiezingen, waar u heeft gevochten om de AOW op 65 te houden, dat onmiddellijk los te laten na de verkiezingen. Dus je moet wel lef hebben om het hier over geloofwaardigheid te hebben. Maar de belangrijkste afspraak die ik heb gemaakt met de kiezer in 2012, was: we gaan dit land uit de crisis halen. Dat is nu gebeurd. We zijn uit die crisis. We kunnen er nu voor zorgen dat mensen dat ook in hun persoonlijk leven gaan ervaren. Dat is een geweldige winst. Als we dat aan u hadden overgelaten, meneer Wilders, dan hadden we die moeilijke maatregelen niet genomen. Dan hadden we nu in de situatie verkeerd van Frankrijk en Italië, kwakkelende economieën met stijgende werkloosheid, met grote problemen. Ja, maar... Ik ben blij dat ik die verantwoordelijkheid heb genomen in 2012. Maar... Meneer Rutte, u moet niet aan geschiedsvervalsing doen. Dat heeft u de kiezer helemaal niet beloofd, wat u net zei. U heeft de kiezer beloofd dat de belastingen omlaag zouden gaan. U heeft de kiezer beloofd dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. U heeft de kiezer beloofd handen af van de hypotheekrenteaftrek en een streng immigratiebeleid. En u heeft 5 jaar lang de kiezer voorgelogen. 3 weken.
Na de vorige verkiezingen bent u aan tafel gezeten met de Partij van Arbeid. En heeft besloten de belastingen te verhogen. Weer extra geld aan de Grieken te geven. Weer zorgen dat het eigen risico omhoog gaat. Dat heeft u gedaan. Niemand in Nederland, meneer Rutte. Niemand in Nederland gelooft Mark Rutte nog. En dat is uw probleem. En laten we ervoor zorgen maandag dat hij niet weer het probleem van Nederland wordt. Woensdag, meneer Wilders. En woensdag hebben we een kans. Woensdag heeft Nederland een kans om te voorkomen dat wij op 16 maart wakker worden en u de grootste partij bent. En die kans is nog steeds zeer reëel aanwezig. Zeker. Dat betekent dat een partij de grootste partij wordt, die wegloopt als het moeilijk is, die het partijbelang boven het landsbelang stelt, die heeft laten zien in 2012 dat ze niet bereid zijn om moeilijke maatregelen te nemen. Ja, u heeft gelijk. Niet alles is mij gelukt in de afgelopen jaren. En als u goed kijkt, ziet u een paar stevige krassen, een paar stevige littekens op mijn gezicht, dat klopt. Niet alles is gelukt. U kunt ze daar vandaan zien. U kunt ze allemaal zien. Maar de belangrijkste afspraak, en ook dat is leiderschap die we maakten met heel Nederland. We zitten in een crisis. We moeten eruit. We moeten moeilijke maatregelen nemen. Dat is gelukt. Meneer Wilders, een vraag aan u. U wilt Nexit. U wilt Nederland uit Europa. U weet dat 1,5 miljoen banen kost. Dat zou chaos betekenen voor Nederland. In Engeland is inmiddels ook een chaos door de Brexit. U wilt nu ook Nederland in de chaos storten. Doe dat niet. Ik hoop van harte dat u niet de grootste wordt, dat u geen kabinet vormt. Ik zal er keihard voor knokken. Maar doe het niet. Het is het slechtste nieuws van Nederland wat we nu kunnen hebben. Uit Europa. Geen chaos, continuïteit, ja. Koers houden. Reactie, ja. Meneer Wilders, over die Nexit alstublieft. Nou, ik ga eerst reageren op het eerste deel wat hij zei als u prima vindt. Daarna over Nexit. Het eerste deel. Begrijpt dat u het eerste deel prettiger vindt dan de Nexit? Laat meneer Wilders reageren. Het is allebei even prettig, meneer Rutte. Maar meneer Rutte zegt, laten we nog niet wakker worden op de 16e... en zien dat er een partij die het opkomt voor de Nederlanders het wordt. En laten we weer gaan naar een steviger beleid. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Maar als meneer Rutte beleid de PVV uitsluit... Als u, meneer Rutte, ik ben aan het woord. Mm. Als u de PVV uitsluit, met wie gaat u dan dadelijk de belastingen verlagen? Met wie gaat u dan dadelijk een streng law and order beleid? Met wie gaat u de grenzen dan sluiten? Als u nu al mijn partij uitsluit, dan weet de kiezer thuis dat u dadelijk weer met links en met het midden gaat. Dat Jesse Klaver misschien de nieuwe minister van Immigratie wordt onder meneer Rutte. En dat wil niemand hier. En nu Nexit. En nu Nexit. En nu Nexit. Precies. Meneer Wilders, gaat u gang. Nexit is het beste wat ons kan overkomen. We worden weer de baas in ons eigen land. We krijgen weer de sleutel van onze eigen voordeur. Hoeveel mensen thuis zouden het niet onprettig vinden als ze niet eens een sleutel hebben om welke gasten ze in hun eigen huis mogen laten en welke gasten niet. En we hebben het laten berekenen, meneer Rutte. We hebben dat zeer serieus gedaan door een bureau die prijzen heeft gewonnen. En wat bleek nu? Dat onze economie zou groeien. Dat we meer koopkracht zouden krijgen. Dat er meer banen zouden komen. En uw bangmakerij over Engeland. Mag ik dat eens als voorbeeld noemen? Meneer Rutte zei vorig jaar, Engeland verdwijnt bijna van de aardbodem. Ze doen het beter dan ooit. Duidelijk. Een korte reactie van de heer Rutte, want we naderen het einde van dit debatdeel. U heeft een onderzoek laten doen naar Nexit, wat ervan uitgaat dat Nederland de volledige vrijhandelszone blijft met de rest van Europa. Dat is uitgesloten. U heeft een onderzoek laten doen ervan uitgaan dat de rest van de Europese Unie bij elkaar blijft. Als ook Nederland eruit stapt, is de kans groot dat dat natuurlijk niet gebeurt. Dat onderzoek gaat dus niet uitkomen. U, meneer Wilders, opnieuw onverantwoord, opnieuw chaos. U neemt een risico met dit beleid om 1,5 miljoen banen die direct afhankelijk zijn van ons lidmaatschap van de Europese Unie, wat ons ook veiligheid brengt, maar vooral ook economische voorspoed, om meneer Rutte, het punt is duidelijk, meneer Wilders, ik weet zeker dat u één kort antwoord. Ik begrijp dat meneer Rutte een fan is van Europa, want als hij woensdag de verkiezingen verliest, moet hij donderdag nog een baantje hebben. Ik weet zeker dat u ook over het tweede deel van dit debat graag zult willen debatteren, namelijk de zorg. De zorg is de grootste kostenpost van het kabinet. Jaarlijks een dikke 75 miljard. Dit kabinet heeft veel zorgtaken bij gemeenten ondergebracht. Die zijn nu verantwoordelijk voor langdurig zieken en ouderen. Maar die gemeenten krijgen wel veel minder geld. Verzorgingshuizen gaan dicht en tienduizenden zorgmedewerkers verliezen hun baan. Zo hield het kabinet de zorgmiljarden binnen de perken. Maar zijn de ouderen en de langdurig zieken de dupe van de bezuinigingen in de zorg? Dat is het deel waar het gaat over de zorg. En dat is de vraag in dit deel. Zijn ouderen en langdurig zieken de dupe van de bezuinigingen in de zorg?
Aan u, meneer Rutte. Dat mag niet zo zijn en dat zullen we ook voorkomen. We hebben vanwege de economische crisis natuurlijk zware maatregelen moeten nemen. We hebben ook op de zorg moeten bezuinigen. Maar gelukkig zijn we erin geslaagd om niet op de zorg zelf te bezuinigen. We hebben bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Ook dat is niet prettig, maar daarmee konden we de zorg ontzien. Sterker nog, we konden extra geld uittrekken in de crisis voor in Nederland de belangrijke wijkverpleging. De thuiszorg, de wijkverpleging. Wat ik nou wil de komende jaren zijn twee dingen. In de eerste plaats, we hebben niet hoeven bezuinigen op verpleeghuizen, maar ik wil dat er meer geld gaat naar verpleeghuizen. Hoeveel? 2 miljard blijkt uit het onderzoek wat is gedaan naar aanleiding van dat prachtige initiatief naar de verpleeghuiszorg van Hugo Borst en Karin Gamers is nodig. De heer Wilders levert die 2 miljard niet. Wij doen dat wel, omdat we het van belang vinden om die afspraak uit te voeren. Dat betekent dat het in die verpleeghuizen, dat er weer gekookt wordt, dat je weer eten ruikt, dat er weer ruimte is voor allerlei activiteiten, dat de directie niet in een aparte gang zit, maar op de werkvloer. Ik heb die huizen bezocht, ik heb het gezien. Het tweede, net zo belangrijk, is dat er genoeg personeel is in de zorg. De komende jaren zullen we 10.000 mensen nodig hebben om al die vacatures, die mensen die met passie willen werken, in de verpleging, in de verzorging, om die met elkaar ook voor elkaar te krijgen, dat die banen worden vervuld. Dat zal een enorme kluif worden. En ook daar één kritiekpunt naar de heer Wilders van de PVV. Hij spreekt zo negatief over de zorg, dat zal dadelijk ook blijken. Wacht u maar even af. Hij spreekt daar zo negatief over dat je werkelijk zult afvragen als je in de verpleging werkt, waarom doe ik dat nog? En meneer Wilders, stop daarmee met dat negativisme. Beschrijf ook wat wel goed gaat. En laten we er samen voor zorgen met alle andere partijen in de Kamer dat we die banen in Nederland gaan vullen die in de zorg dadelijk aanwezig zijn. Zijn ouderen en langdurig zieken de dupe van de bezuinigingen in de zorg? Dat was de vraag. En het antwoord van de premier is nee. Van u, meneer Wilders. De heer Rutte zag hem heel goed aankomen, want werkelijk, en gevraagd het aan de mensen in de huizen zelf, het is een schande. Het is een schande. Het is een beschaving onwaardig wat er nu in de zorg gebeurt. Er zijn verzorgingshuizen gesloten. 60.000 plaatsen zijn weggegaan. Er zijn 37.000 hardwerkende verpleegkundigen ontslagen, waardoor de werkdruk van de mensen die er nu werken enorm is. We zien, u zegt het zelf al, voor de mensen thuis, dat de huishoudelijke hulp is gehalveerd voor oudere mensen. De huishoudelijke hulp, sommige mensen kregen 4 uur hulp per dag of per week, krijgen er nu 2 uur. Het is een schande. Je ziet dat de ondervoeding nog steeds, 1 op de 5 mensen in verzorgingshuizen zijn ondervoed. 60% van de gedementeerden in verpleeghuizen worden gedrogeerd. Dat is de zorg vandaag. En meneer Rutte, ik zeg het niet met plezier, want ik schaam me. Ik schaam me ervoor om in een land te leven waar u de zorg zo heeft laten verpieteren voor de ouderen. En dat is de werkelijkheid. Dat als je nu een gevangenis bezoekt en je kijkt naar de rechten van die gevangenen, dat ze meer rechten hebben en een betere verzorging dan de ouderen die ons land hebben grootgemaakt. En ik bedrijf daar geen politiek mee. Ik vind het een schande. En u bent een opportunist. U gebruikt de kiezers. U gebruikt de ouderen als campagnemateriaal. Want wij hebben u 4 jaar lang niet over de zorg gehoord. Ieder debat was u afwezig. U vond het allemaal prima. En nu in één keer 2 miljard. Meneer Rutte, niemand gelooft dat dat oprecht is. U bent niet oprecht. En die 2 miljard, komt ook niet uit het niets. U haalt die 2 miljard eerst elders in de zorg weg. U bezuinigt op de ziekenhuiszorg, op de wijkverpleegkundigen, op het verzekerde pakket. Daar haalt u geld weg en dat geeft u aan de ouderen. Het is als een dief die je huis 's nachts leegrooft en een week daarna het bankstel alleen komt terugbrengen. Zo gaat dat niet, meneer Rutte. De 2 miljard die de VVD nu extra voor de verpleeghuiszorg wil uittrekken, volgens de heer Wilders is dat ongeloofwaardig. Meneer Rutte, reageert u daar eens op? Wat je moet doen de komende jaren is in de hele zorg de kosten onder controle houden. Als we dat niet doen, dan is die zorg op langere termijn niet meer te financieren. Nu over de 2 miljard. Ja, en vervolgens trekken we dus ook 2 miljard uit om ervoor te zorgen dat we extra kunnen investeren in die verpleeghuizen. De heer Wilders zegt hier, er zijn allerlei dingen mis in de zorg. Ik denk dat we in Nederland over het algemeen een fantastische gezondheidszorg hebben. Het is de beste van Europa. Ik zou niet graag in een ander land wonen als ik naar het ziekenhuis moest of oud zou zijn. De heer Wilders zegt ook, ik ga al die dingen terugdraaien. Maar dat is niet zo. Die 2 miljard die de heer Wilders uittrekt om alle problemen op te lossen, inclusief de problemen in de verpleeghuiszorg, is maar een schijntje als je kijkt wat er dan echt nodig zou zijn als je dat werkelijk zou willen. Meneer Wilders, zelfs de heer Krol heeft betere cijfers in zijn plannen staan dan de PVV. En dat is against some stiff competition, kan ik u zeggen. Ja. Meneer Wilders. Leuk. Ja. Leuke, goed ingestudeerde grap. Maar nu... Vond ik ook. Ja. Hij kwam er ook spontaan uit. Maar nu, als je het goed vindt, nu even kijken. Politiek is ook een kwestie van kiezen.
Het is een kwestie van keuzes. En wat mensen niet snappen, dat gaat niet over miljarden, maar wat mensen niet snappen, dat als Nederlanders, ouderen en niet-ouderen, fors moeten betalen voor de zorg, een hoog eigen risico hebben. Als ze naar de fysiotherapeut willen, moeten ze zich bijverzekeren. Dat we nu, door u, 130.000 asielzoekers binnen hebben gekregen. En wat is nu het geval? Die asielzoekers, die 130.000 die er bij u zijn binnengekomen, die krijgen gratis zorg. Die hebben geen eigen risico. Die krijgen de tandarts gratis. Die krijgen de fysiotherapie gratis. Die krijgen brillen gratis. Dat zijn de verkeerde keuzes. We moeten kiezen voor onze eigen mensen, onze eigen ouderen en niet voor de asielzoekers. U bent niet de minister-president van de Nederlanders, maar van de buitenlanders. Maar dan zou het wel goed zijn als u dat echt vindt, maar we komen er zo uitgebreid over te spreken en dan zullen we het er nader over hebben, dat je er ook voor zorgt dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Dan moet je er ook voor zorgen dat je afspraken accepteert, en dat doet u niet, met Turkije, met landen in Afrika, om dat soort deals te sluiten die niet perfect zijn om die asielstroom in te dammen, zoals wij succesvol gedaan hebben. Laten we bij de zorg blijven, want over de instroom van vluchtelingen hebben we het zo dadelijk. Terug naar de gezondheid, ja, heeft alles aan gedaan. U heeft niets gesteund. Mensen binnengelaten, u heeft die plannen. U bent gegijzeld door meneer. Meneer Wilders, daar hebben we het zo meteen over. Even over de zorg. Ik weet dat u niet van tegenspraak houdt, maar laat mij nou ook even voor de kijkers thuis goed ook even mijn verhaal afmaken. U kunt mij misschien op Twitter blokkeren, maar vanavond moet u echt even naar me luisteren. In de gezondheidszorg staan ons een paar belangrijke opgaven voor de boeg. We moeten zorgen dat we die vacatures vullen. Dat betekent dat we mensen het ook plezier moeten hebben om daar te gaan werken. Ik heb heel veel verpleeghuizen bezocht in Nederland. Er zijn er een aantal waar het slecht gaat. Wat mij betreft, ik ben het totaal met u eens, pyjama-dagen, stank, mensen die niet genoeg te eten krijgen, ondervoeding, niet dicht met de huizen, maar weg met de directeuren. Daar zijn we het helemaal over eens. Ja. Wij moeten extra nu investeren in die vele, vele huizen waar het wel goed gaat. En daar... Ik heb die huizen gezien. Ik heb zelfs al gekeken, meneer Wilders, als u en ik. Ik hoop het niet. De mens zouden worden waar we dan heen gaan. Ik heb gekeken als we fysieke beperkingen hebben waar we dan heen gaan. Fantastische huizen. Waar heel lieve mensen, heel waardig en met groot respect onze ouderen verplegen en verzorgen. Meneer Rutte, punt is duidelijk. Een korte reactie nu van de heer Wilders. Totaal ongeloofwaardig verhaal. Want wat we allemaal hebben gezien in die verpleeghuizen, 5 jaar lang om te huilen, om je voor te schamen, een beschaving onwaardig. En in 100 debatten gaf premier Rutte niet thuis. En nu in één keer, vlak voor de verkiezingen, 2 miljard, kom op zeg. Niemand die daarin En daarom hebben we in de afgelopen jaren, meneer Wilders, ook niet bezuinigd op die verpleeghuizen. Gedaan. We hebben de afgelopen jaren niet bezuinigd op de verpleeghuizen. U heeft de zorg. Wel op de huishoudelijke zorg, daar heeft u volkomen gelijk in. Dat moest ook, je moet keuzes maken. En nogmaals, als je bestuurt, als je premier bent, dan kun je niet alleen maar iedereen naar de mond praten. Tot zover het deel in dit debat over de zorg. Ik dank u heel hartelijk hiervoor. We zijn toe aan het derde en laatste onderwerp in dit debat. Immigratie en identiteit. Als er één thema de gemoederen bezighoudt, is het wel de Nederlandse identiteit. De discussie over Zwarte Piet, homo's en lesbiennes. Kunnen die nog wel overal hand in hand over straat? En er zijn zorgen over integratie van grote groepen nieuwe Nederlanders. De afgelopen 2 jaar komen er bijna 100.000 vluchtelingen in Nederland binnen. Bedreigt de immigratie de Nederlandse identiteit? Het is een vaak gestelde vraag in deze campagne. Bedreigt de immigratie de Nederlandse identiteit? Meneer Wilders. Ja, maar partijen als de VVD en politici als de heer Rutte nog meer. En laat ik je uitleggen waarom. Ik heb bijna 13 jaar geleden mijn oude partij, de VVD, gewaarschuwd. Gewaarschuwd voor Turkije, gewaarschuwd voor de islamisering. Ze hebben me uit de partij geknikkerd omdat ik vond dat Turkije niet bij Europa hoorde. Dat Erdogan, die toen premier was, niet deugde. Dat de onderhandelingen met de Europese Unie niet moesten beginnen. En ze hebben niet geluisterd. Ik heb gewaarschuwd voor de islam. In 100 debatten, de afgelopen jaren nog, na iedere aanslag, dat wat wij importeren, dat niet wil aanpassen aan Nederland, maar zijn eigen normen en waarden erop nahoudt die niet de onderste zijn. U heeft opnieuw niet geluisterd. En natuurlijk ben ik ook boos op Erdogan. Maar die vijfde kolonne die er nu is in Nederland, van mensen die niet willen integreren, die lak hebben aan onze normen en waarden, die ons willen overheersen en bespugen, die zijn er gekomen door politici als Mark Rutte. Kijk, de beste manier om ervoor te zorgen dat je die problemen onder controle krijgt, en dat hebben we gedaan de afgelopen jaren, is door ervoor te zorgen dat de instroom van vluchtelingen naar Nederland terugloopt. En wat mij verbijstert, is dat toen we erin slaagden, we moesten de economische crisis oplossen. Vervolgens werd het kabinet geconfronteerd met een grote vluchtelingencrisis. We herinneren ons 2015, die grote stroom asielzoekers uit Syrië, die met groot gevaar voor eigen leven uiteindelijk eindigt in Berlijn, in Nederland.
Afspraken gemaakt met Turkije, geen perfecte afspraken. Maar de asielstroom is met meer dan 90, zelfs meer dan 95% teruggelopen ten opzichte van daarvoor. Dat is wat je moet doen als je bestuurt. Problemen oplossen. Ja. Dat heeft mij verbijsterd dat de PVV... Ik had de PVV op dat moment verwacht aan mijn zijde. Ik had verwacht dat de heer Wilders zou zeggen... Nou, misschien niet had gezegd goed gedaan, want het complimentje is natuurlijk ingewikkeld. Maar ik had wel verwacht dat hij zou hebben gezegd... Dit steun ik. Nee, wat zegt hij, dat steun ik niet. En vervolgens komt hij met een ander plan. Hij wil dadelijk deur na deur Korans gaan weghalen. Ik begrijp nog steeds niet hoe je dat wil uitvoeren. Ik ben heel benieuwd welke Koranpolitie dat dan moet gaan doen. Maar als dat uw antwoord is, meneer Wilders, op dit probleem... het enige antwoord is ervoor zorgen dat we die toestroom terugdringen... en vervolgens de mensen die hier zijn goed integreren... en volstrekt helder zijn over onze normen en waarden. Maar uw beleid is dweilen met de kraan open. De heer Wilders. Om te beginnen... kloppen de cijfers niet van de heer Rutte. Als we kijken naar de laatste CBS-cijfers, ze zijn vorige week uitgekomen van het laatste kwartaal van het vorig jaar, zijn er weer 11.500 vluchtelingen binnengekomen. Dat zijn er weer 45.000 per jaar. Dat is dan met de gezinsvorming daarbij zijn er 200.000. Dus het zijn er weer gigantisch. Nee. Maar meneer, de cijfers kloppen echt niet. Maar meneer Rutte, die cijfers kloppen als een bus. Het was uw eigen collega Zijlstra die in de Tweede Kamer in een debat zei... je moet ze maar vier doen in verband met... Dit zijn echt voedoe-cijfers. Het zijn uw eigen talen. Het zijn geen voedoe-cijfers. Laten we even los zijn van de cijfers. Mijn grote spijt, het zijn VVD. Reageert u op wat de heer Rutte zei? Wat we moeten doen, meneer Rutte. Wat we moeten doen om onze grenzen te bewaken... is geen afspraken maken met mensen als Erdogan. Hoe haalt u het in uw hoofd? Hoe dan? U wordt nou gegijzeld. U wordt nou gegijzeld door maar iemand... Hoe dan wel? U wordt gegijzeld door iemand die u 6 miljard heeft gegeven met Europees geld. Wilders, hoe dan waar wel? U een toegang wil geven voor visumvrij reizen. Dat moet u allemaal niet doen. En u wil het dadelijk met allemaal die andere Afrikanen. Nee, Wilders, het is heel duidelijk. Door de Nederlandse grenzen, meneer Rutte. Door de Nederlandse grenzen. Hè? Hier bij ons te gaan sluiten. Niet hè, ja. Dat moeten we gaan doen. De Nederlandse grenzen sluiten. De Nederlandse grenzen sluiten. Dat betekent dat fatsoenlijke mensen, gewoon nette mensen, dadelijk in de file staan bij de grens. Ja, ook u. En dat de foute lui, ik ook, en u ook. En dat de foute lui gewoon via de stroperspaardjes Nederland blijven binnenkomen. Dit is een schijnoplossing. En dit meneer Wilders, is het probleem van de PVV. Oplossing. U bent begonnen bij de VVD, daar deed u soms best verstandige dingen. U gaat vervolgens naar de PVV. En u bent echt aan het grossieren in nepoplossingen. Dit is een totale nepoplossing. En dat heeft ook iedereen door. Besturen is lastig. Je moet soms moeilijke besluiten nemen. Moeilijke deals sluiten. En daarom verbaast het me zo dat toen we erin slaagden... om die toestroom van Syrische vluchtelingen uit Turkije... met meer dan 95% in te dammen, dat u zei nee. Want ik wil dat eerst Turkije een soort Zwitserland wordt. En als dat zover is, dan ben ik er bereid een deal mee te sluiten. En dan kunnen we wachten tot Sint-Jutemus. En die luxe hebben we niet in Nederland. U ziet nu, meneer Rutte, dat de deal... met Turkije levensgevaarlijk is. Levensgevaarlijk. De Turken hoeven maar om een knop te drukken. En de mensen komen weer. En u zegt nu, ik heb het u vorige week horen zeggen... laten we soortgelijke deals maken met de andere landen van Noord-Afrika. Absoluut. Ook met Libië. Daar is iets aan de macht nu, geloof ik. Niet met Libië. Of met andere landen. Waar bent u van plan? Met de terroristen sluiten VVD deals om asielzoekers tegen te houden. Wat is dat voor een gekkigheid? En ik zeg u, Europa wil dat niet. Europa kan dat niet. Er zijn maar een paar helden in Europa. Zoals premier Orbán van Hongarije... die dat durft aan zijn grens... om de grenzen te sluiten. Groot democraat. Wij zouden dat zelf moeten doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van uw vriendjes in Brussel... of van de Turken of van ISIS in Libië... om onze grenzen te sluiten. Dat moeten we zelf doen. En ik laat maar u uitleggen waarom dat zo belangrijk dus... is. De komende jaren en het eind van deze eeuw... zal de bevolking van Afrika verviervuldigen van 1 miljard naar 4 miljard. En 1/3 van die mensen komen onze kant op. En als we dat willen tegenhouden... Europa, meneer Rutte, op dit moment in de Middellandse Zee... dat zijn... pendelbootjes. Ze brengen de vluchtelingen naar Sicilië toe. Dat is niet wat we willen. We moeten ze hier tegenhouden. Precies daarom. En heer Rutte. Maar nou komen we bij de kern van de zaak. Precies wat u beschrijft. Dat moeten we voorkomen. Die bevolkingstoename is er. We willen voorkomen dat mensen hier naartoe komen. Het zijn ook nog eens kansarme immigranten. De enige manier om dat te doen... is ervoor te zorgen dat ze niet op die bootjes stappen. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen... is met die landen afspraken te maken. Wat u doet, is eigenlijk zeggen... net zoals u ook waar het gaat om terrorisme hier te voorkomen... zegt, we mogen niet in Afghanistan... we mogen niet in Mali veiligheid brengen. Nee, laat het maar gewoon hier aan de grens gebeuren. Dat grenssluiten van u, dat is een nepoplossing. Ik heb dat net aangetoond. Dat gaat niet werken. Wat je moet doen, is ervoor zorgen dat de problemen... ver van onze grens worden opgelost. Zowel de migratiestromen als het terrorisme. En als we dat voor elkaar krijgen, dan kunt u al uw energie steken in die Koranpolitie... waarvan ik nog steeds niet heb gehoord hoe u deur na deur die Korans gaat ophalen. Ik ben er nog steeds heel benieuwd naar. Ja, ik heb al lang gezegd. Wilt u
Wilt u daarop reageren, meneer Wilders, hoe u het Koranverbod denkt vorm te geven? Sorry? Wilt u daarop reageren op de vraag van de heer Rutte, hoe u het Koranverbod denkt vorm te geven? Er komt geen Koranpolitie, dat heb ik al 100 keer gezegd. Het is eigenlijk een neptoezegging. Er komt hooguit een VVD-politie als u nog even doorgaat. Het is gewoon een nepbelofte. Maar waar het om gaat. Wij noteren het. De heer Wilders. Waar het om gaat. Het grote probleem hoe gaat u zich in Nederland, u kent de heer Rutte, kan daar gekscherend over doen. Het grote probleem in Nederland is de islamisering. En daar durft u het maar niet over te hebben. Alleen maar politiek correcte onzin als ik heb geen probleem met de islam. En laat ik u zeggen, meneer Rutte, de islamisering, de islam die u hier iedere dag opnieuw binnenhaalt, is een gigantisch probleem in ons land. We hebben in Nederland 1 miljoen moslims. 70% van die moslims, om even op de Koran terug te komen, zeggen volgens een onderzoek van professor Koopmans dat de regels in de religieuze wetten en regels, ook in de Koran, dat ze die belangrijker vinden dan onze seculiere wetten die we in Den Haag maken. En 11% van de moslims in Nederland. Kijk, als dat zijn 100.000 mensen, twee keer het Nederlandse leger. Iemand zeggen, laat me mijn zin afmaken, zeggen dat ze in Nederland het gerechtvaardigd vinden om in naam van de islam geweld te gebruiken. Als iemand, als je dat niet wil zien, iemand de islam, dan ben je een gevaar. Als iemand, een slotwoord voor de heer Rutte. Als iemand de islam gebruikt om normoverschrijdend gedrag te vertonen, of zoals u net schetst, nog veel erger zelfs terreurdaden te vergoelijken, dan heb je met mij en met de hele staat, met zijn volledige staatsmacht, een groot probleem. Maar verder kijken we niet naar het geloof van mensen, we kijken naar het gedrag van mensen. Wat is hun bijdrage aan deze samenleving? We kijken niet waar ze vandaan komen, we kijken wat ze hier willen doen en waar ze naartoe op weg zijn in hun bijdrage aan dit land. Zo bouw je een sterk land op. En kijk eens wat er vandaag gebeurt. De Marokkaanse moskeeën, die zeiden, we laten ons niet onder druk zetten door DENK. De politieke partij DENK. Ik vond het belangrijk signaal dat ook in de Marokkaanse gemeenschap men aan het emanciperen is en zich niet laat koeieneren door zo'n politieke partij als DENK. Heren, laten we dan hier ook vanavond af en toe positieve dingen benoemen. Zo gaat ons land dus kapot. Okay. Ik wil geen DENK in Nederland. Ik wil geen Marokkaanse moskeeën in Nederland. Ik wil u dat de Koranpolitie weer Nederland wordt en van ons wordt. En daar hoort de islam. Uw standpunt is volstrekt helder. En nog één vraag, meneer Rutte. U heeft een aantal keren gezegd, ik ga niet, de VVD gaat niet met de PVV regeren. Die kans is 0,0. U heeft dat nooit gezegd, voor zover ik weet, in het bijzijn van de heer Wilders. Zegt u hem dit ook recht in zijn gezicht? Meneer Wilders, u liep weg uit het katshuis in 2012. Dat heb ik u zeer kwalijk genomen. U kunt niet aan het begin van een crisis het land in een politieke crisis storten. We hebben 6 maanden vertraging opgelopen om die economische crisis aan te pakken. Veel meer werklozen daardoor, veel meer problemen in het land. Dat heeft u veroorzaakt. Vervolgens bent u doorgegaan met extreme uitspraken antwoord over minder Marokkanen. En daarna bent u verder geradicaliseerd door te zeggen, de moskeeën gaan dicht en ik ga alle Korans thuis weghalen. Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik niet samenwerken. Niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie. Niet, nooit, niet. Reactie van de heer Wilders. En toch gelooft niemand u. Op dit moment zegt de heer Rutte dat hij met ons niet wil samenwerken. En ik geloof daar niets van. Het zou een belediging zijn voor de Nederlandse kiezer. De kiezer die misschien wel in miljoenen mensen op ons als PVV dadelijk gaat stemmen. De heer Rutte had het eerder vandaag, mag ik even mijn zin afmaken, maar de heer Rutte had het eerder vandaag erover dat hij een kwartfinale tegen de populisten wilde winnen. En met die populisten bedoelde hij ons. Ik zeg u, meneer verkeerde Rutte. Populist. Ik zeg u, meneer Rutte. U bent wij spelen geen populist. Kwart. Niet door elkaar. Mag ik niet uitspreken? De heer Wilders, maak uw zin af. Ik zeg u, meneer Rutte, u wilt de kwartfinale tegen de populisten winnen. Ik speel geen kwartfinale. Ik speel een finale. Een finale tegen de leugenaars. Tegen de weggevers. Tegen de mensen die Nederland niet Nederland meer willen laten zijn. En ik zeg tegen alle Nederlanders, thuis, nu, als jij woensdag gaat stemmen en je wil ons land in de uitverkoop doen, je wilt dat het geld weer naar de asielzoekers gaat en naar Brussel en naar Afrika in plaats van naar uzelf, dan stem vooral op de VVD. Maar wil je dat niet, wil je dat Nederland weer van ons wordt, dan jaag die man weg en zet mij in het torentje. Duidelijk. Dank u wel voor uw reactie. Dank voor het antwoord op de vraag die ik stelde. Dames en heren, dit was het debat met Geert Wilders en Mark Rutte. Mooi. En we gaan goed naar de uitspraken. Mooi. Bedankt.
Ja, dames en heren, en wij gaan nog door hier in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Want terwijl de heren achter de coulissen een drankje aangeboden krijgen van de Economische Faculteit Rotterdam, onze gastheer, onze ruimhartige gastheer vandaag, gaat mijn collega Remco Teulings dit treffen nabeschouwen. En dat doet hij samen met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, en ook samen met Frank Hendricks, parlementair journalist bij de Volkskrant. Welkom Paul, welkom Frank. Zijn jullie iets wijzer geworden van dit debat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je heel duidelijk hebt gezien dat dit de confrontatie waar iedereen al zo lang naar uitkeek, dat het wel een aantal dingen heeft duidelijk gemaakt. In grote lijnen wist men natuurlijk al de kiezer waar de partijen voor stonden. Uh-huh. Je zag hier wel nadrukkelijk dat de VVD en de PVV elkaar in een frame probeerden te duwen. De VVD probeerde de angstkaart te spelen en zeggen, oh joh, ga je voor de PVV stemmen, dan wordt het chaos. Andersom zag je dat de heer Wilders nadrukkelijk de geloofwaardigheidskaart speelt van de premier. Ja, niemand gelooft die. Frank? Ja, het was wel te merken, vond ik, dat deze man elkaar ontzettend lang kennen. Eerst als partijgenoten, daarna als regeringspartners en dan als lievelingsvijanden. En het repertoire was ook wel enigszins bekend. Ja. Maar daardoor toch denk ik wel goed dat je nu nog een keer hebt kunnen zien wat voor verschillende Nederlanden eigenlijk deze partijen nu toch ook voorstaan. Ja, wat over als een slagschaduw over dit debat heen hangt, is natuurlijk die enorme diplomatieke rel met Turkije. Daar gaat als eerste een fragment over. Laten we even terugkijken. Ik denk wat wij zaterdag gedaan hebben is ongekend. Een Turkse minister de toegang tot het vliegveld weigeren hier in Nederland, Schiphol of Rotterdam, en een Turkse minister uitzetten. Leiderschap is nu ook vanuit Nederland niet verder escaleren. Maar als de Turken verder escaleren, dan zullen wij ons daar ook toe moeten verhouden. Ja, de Turken escaleren verder. Meneer Erdogan heeft gisteren opnieuw herhaald voor de televisie dat hij Nederlanders fascisten vindt. Dat hij Nederlanders nazi's vindt. Nou, is dit nu typisch die rol van Rutte die je daar zag? Hij probeert de premiersrol te pakken? Ja, ik vond dat Rutte ook gedurende een groot deel van het debat heel erg rustig. Hè? Echt de staatsman. Acteerde hij dat is een beetje negatief, maar toonde hij. Hij zegt premier. Maar ik vraag me toch af, want hij probeert natuurlijk ook kiezers die bang zijn dat Wilders de grootste worden, die probeert hij naar de VVD te trekken. Dus de vraag is toch wel of mensen van andere partijen, CDA, D66, wellicht zelfs PvdA, of die hier dan door overtuigd worden dat dit echt een confrontatie is die ook geloofwaardig is. Ja, beantwoord die vraag eens, Paul. Slaagt hij daarin? Nou, het opmerkelijk is natuurlijk wel, maar het is logisch voor een zittende premier. Dat hebben we in het verleden ook Balkenende bijvoorbeeld zien doen. Het duurde nog geen 2 minuten voordat Rutte het woord leiderschap in de mond nam. Uh-huh. Want dat is natuurlijk zijn grote verdienste, zijn asset waar hij zich mee kan profileren. Zeker ten opzichte van de heer Wilders. Het lastige aan deze discussie over Turkije is dat natuurlijk Wilders ook wel heeft gezegd dat hij vindt dat het kabinet goed heeft gedaan. Ja. Alleen zou de heer Wilders nu een tandje erbij willen en de premier Rutte, VVD-leider Rutte, zegt van nou, we moeten ook op een gegeven moment een tandje minder doen. Ja. En daar zie je de wegen scheiden. Het verschil is heel subtiel. Ik hoor in mijn oortje dat het debat zo is uitgelopen, was zo verhit, dat we nu moeten afronden. Okay. Dus ik dank jullie allebei voor jullie verhaal. Ja, een korte nabeschouwing met heel veel dank aan Paul Jansen en Frank Hendricks en Remco Teulings. Einde van deze hele speciale uitzending van Eén Vandaag. Het debat tussen Geert Wilders en Mark Rutte. We danken de Erasmus Universiteit voor de enorme gastvrijheid. Tot ziens. Ja? Kun je op mij beginnen? Dan zit je in de uitzending. Ja. Ja, dit was het debat tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Het eerste en enige 1-op-1 debat tussen die twee voor de verkiezingen. Woensdag moeten we al stemmen. Ja, meneer Rutte, Geert Wilders, die is al vertrokken, maar u bent er gelukkig nog. Bent u tevreden? Ja, ik vond dit een goed debat. We lieten elkaar overwegend uitpraten. Ik denk dat de verschillen duidelijk zijn geworden. Dus in die zin vond ik het erg nuttig. Maar ik heb eigenlijk, als ik eerlijk ben, niets nieuws gehoord. Het waren toch vooral twee politici die weer hun eigen stokpaardjes van stal haalden. Nou ja, weet je, wat ik vooral wil doen is laten zien welke keuze ervoor ligt woensdag. Het risico dat deze partij van Geert Wilders, dat de grootste partij wordt donderdagochtend. We denken als we de peilingen dan zien, nou dat zal wel meevallen. Maar dat valt niet mee. De kans is nog steeds levensgroot naar Nexit, naar Trump. En ik denk dat we dan een figuur staan in de wereld en ook in Nederland zelf instabiliteit in plaats van stabiliteit hebben. Dit was het eerste debat tussen u en Geert Wilders. Dit debat had een gamechanger kunnen zijn, zoals dat zo mooi heet.
Maar is het een gamechanger? Dat zullen we zien. Ik heb nooit zo wat met die term. Kijk, je hebt een lange aanloop naar de verkiezingen. Met veel debatten, tv-optredens. Dus kiezers gaan geleidelijk aan hun mind opmaken. Die gaan kijken wat zien we en wat vinden we ervan. En ik denk dat mensen zien dat er nu buiten crisis zijn noodzaak is om het land bestendig verder te leiden. Stabiel te houden. Welvarend te houden. En dat er een risico is dat we inderdaad donderdag merken dat Geert Wilders de grootste partij van Nederland leidt. Dat is echt iets waar u bang voor bent. Dat zei u vanmiddag ook al. U bent echt op een missie om te voorkomen dat de slechte populisten, zei u volgens mij vanmiddag, de grootste worden. Dat is een groot risico. En ik denk dat dat belangrijk is, ook voor de kiezer, om mee te wegen in de keuze. Ik ga u verder niet ophouden. Dank u wel voor deze korte toelichting. Okay. En succes met de komende dagen. Nou, dat was dus Mark Rutte. Meteen zijn eerste reactie na het debat wat hij net heeft gevoerd met Geert Wilders hier in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nou, zoals je achter me ziet, loopt de zaal inmiddels behoorlijk leeg. We lopen even gewoon hier het publiek in. Mag ik je wat vragen, jongeman? Nee, dank u. Nou, deze wil niet, dus dat begint al goed. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Wat vond je van het debat? Ik vond het een boeiend debat. Ik vond het leuk om te zien de tegenstellingen vooral tussen die twee partijen. Zijn beide natuurlijk, ze profileren zich enigszins op rechts. Zeker nu ook de VVD die zich wat meer naar rechts profileert. En dan vind ik het toch leuk om te zien hoe dat dan toch met elkaar clasht en waar de verschillen juist liggen. Maar is er een winnaar? Kun jij een winnaar aanwijzen? Nou, ik vond de Geert Wilders vond ik op bepaalde momenten retorisch heel erg sterk. Maar hetzelfde geldt voor meneer Rutte. En die heeft zich duidelijk als premier laten zien dat hij toch dat leiderschap heeft. Dat hij toch moeilijke keuzes durft te maken. Waar hij natuurlijk duidelijk Wilders kon wegzetten als de wegloper. En ik denk dat hij daarop dit debat gewonnen heeft. Maar is er een gamechanger? Maakt dit debat echt een verschil, denk je? Of valt het eigenlijk wel mee? Ik had van tevoren verwacht, toen dit debat werd aangekondigd, dat het meer een gamechanger zou worden. Dat er zeker een duidelijk resultaat zou zijn door dit debat. Ik denk uiteindelijk dat het niet een hele grote gamechanger zal zijn. Omdat deze partijen in de peilingen ongeveer gelijk zijn, redelijk stil liggen. En ik denk dat het toch op andere vlakken uitgevochten zal gaan. Nou, dankjewel voor je reactie. Veel plezier vanavond. Ja, nou, je ziet hier het publiek, de zaal uitlopen, de mensen die net live aanwezig zijn geweest bij het debat tussen Geert Wilders en Mark Rutte. Nou, dit was net een mening van iemand die bij het debat is geweest. Maar ook jullie hebben gekeken via Facebook, via YouTube, misschien gewoon via NPO 1. Misschien heb je alleen maar geluisterd via Radio 1. Maar we zijn ontzettend benieuwd wat jullie nou van het debat hebben gevonden. Kunnen jullie een winnaar aanwijzen? Vinden jullie dat er een winnaar is of valt het eigenlijk mee? Laat vooral je reactie achter als je kijkt via Facebook onderaan de video die je op dit moment aan het kijken bent. Of laat gewoon heel simpel met een duimpje weten dat je voor Geert Wilders bent. Dat je vindt dat hij het beste heeft gedaan. Of laat een hartje achter als je vindt dat Mark Rutte het beste heeft gedaan. Dan houden wij een beetje in de gaten. Proberen op die manier een beetje een indruk te krijgen van wie volgens jullie nou thuis de kiezer is geweest. En wij wachten hier intussen op Frank Hendricks en Paul Jansen, de politiek commentatoren, de duiders die bij het debat zijn geweest. Je kon ze net ook al even kort zien bij de napraat op NPO 1 en gewoon in de uitzending op Facebook en YouTube. Als het goed is, zijn ze nog in de zaal. We gaan ze even opzoeken in een zaal die intussen eigenlijk helemaal leeggestroomd is. Dit was gewoon eventjes, drie kwartier lang, het middelpunt van de politieke wereld, zou je kunnen zeggen. Het werd niet alleen in Nederland goed gevolgd, maar het werd door verschillende internationale ploegen ontzettend goed gevolgd. Want dit debat kan het verschil maken. Of het ook echt een verschil gaat maken, dat is nog steeds de grote vraag. Nou, en hier hebben we de heren die met een deskundige blik hebben gekeken naar wat er net is gebeurd. Paul Jansen, we spraken je net voor de uitzending en toen was het van de Telegraaf, hoofdredacteur. Dit zou een gamechanger kunnen zijn, maar is het dat wel? Ik heb hem niet als zodanig beleefd. Ik heb wel gezien dat Geert Wilders de offensieve bokser was hier, maar dat uiteindelijk Rutte op punten een klein beetje heeft gewonnen. Je zag dat ze elkaar echt in een frame probeerden te duwen en anderen probeerden daar weer uit te blijven. Hè. Dat frame van geloofwaardigheid bij Rutte en het frame van chaos en angst bij Wilders. Maar ik zag wel dat toen het over de zorg ging, toen had Rutte het wel even heel erg lastig. Maar hij kon zich daarna nog herpakken. Frank Hendricks van de Volkskrant. Ben je teleurgesteld of vond je het eigenlijk wel een goed debat? Nee, zeker niet teleurgesteld, maar ik denk dat ze ook deels natuurlijk op verschillende speelvelden speelden. Kijk, Wilders probeert gewoon de opkomst onder zijn achterban, moet hij omhoog krijgen. En dat is toch een beetje een probleem, omdat kiezers kunnen toch gedemotiveerd raken door het idee dat hij weer gewoon in de oppositie komt. Hè, wat eigenlijk nu toch de realiteit lijkt, nu Rutte hem heeft uitgesloten. Dus je zag wel dat hij heel strijdbaar was en ook natuurlijk over zijn punten Turkije, hè, waar hij inderdaad tijdens de breuk met de VVD over heeft geforceerd. Dus daar was hij toch wel heel erg offensief.
over de islam. Dus ja, ik denk dat hij hoopt dat hij hier goede zaken mee heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk altijd nog even afwachten. Maar is er een winnaar aan te wijzen? Nee, ik zou dus geen winnaar kunnen aanwijzen, omdat ze allebei eigenlijk... Ja. Nou, Paul gaat het zo doen, maar ik denk, dat ze eigenlijk op allebei verschillende... Daarom was het debat ook een beetje langs elkaar heen eigenlijk. Hè. Iedereen Wilders heel erg gericht op zijn eigen achterban en Rutte op die mensen die twijfelen en niet willen dat Wilders de grootste wordt. Dus in die zin denk ik dat ze niet voor niets heel erg hebben aangedrongen op dit debat. Dat ze hier eigenlijk allebei profijt van hebben. Okay, dank jullie wel. Fijne avond. Jullie zullen waarschijnlijk nog even achter Mark Rutte aangaan. Ik denk dat hij achteraan ons aankomt, eerlijk gezegd. Ik hoop het voor je. Succes, fijne avond. En onze eigen Remco Teulings die staat er inmiddels ook bij. Hey, Remco, jij hebt op de voorste rij het debat gevolgd, je hebt het gezien. Ja, is hier wel een winnaar of zijn ze er eigenlijk allebei niet beter van geworden? Ik vind het lastig. Het is een beetje lafje om te zeggen dat het een gelijk spel is. Maar als er een winnaar is, wint Rutte misschien op punten, miniem. Maar ik krijg wel, de reactie die ik in ieder geval krijg nu al op mijn app is van mensen die zeggen, eindelijk is dit het vuurwerk waar we al een tijdje op zitten te wachten. Ik bedoel, mensen keken hier erg naar uit en terecht denk ik, want het is natuurlijk wel een scherpe uitwisseling van standpunten geweest. Maar als ik jou zo hoor en ook anderen zo hoor, dan is er vanavond niet echt een verschil gemaakt. En dat is toch eigenlijk jammer zo vlak voor de verkiezingen? Nou, het is wel een goede clash geweest en uiteindelijk gaat de kiezer erover. Ik heb van beide kanten wel een bekend verhaal gehoord. Je merkte dat ze beide ontzettend goed in de wedstrijd zagen, ontzettend scherp waren. Met op de kleinste reactie, zelfs het hè van Rutte, had Wilders alweer een reactie op. Dus wat dat betreft was het volgens mij echt een goed debat. Maar wie er wint, je hebt dan van die internetpolletjes, hè, dan mag je klikken en dat is volledig onbetrouwbaar. Inderdaad, woensdag gaan gemerkt wie er gewonnen heeft. Sterker nog, volgens mij heb ik zo'n totaal onbetrouwbare poll uitgezet. Die heb ik tijdens de uitzending uitgezet. Zullen we er even samen naar kijken? Ja, ik heb op Twitter gevraagd. Ja, wie volgens is super betrouwbaar. Maar ik heb totaal geen representatieve achterban, zoals dat zo mooi heet. Dus dit is totaal niet betrouwbaar. Ja. Maar het geeft misschien toch even een leuk inkijkje. Nou, er hebben toch al 816 mensen gestemd. Dat is niet mis. Via Twitter, sinds de uitzending voorbij is. Nou, en we zien dat 65% vindt dat Mark Rutte gewonnen heeft. En 35% Geert Wilders, maar goed. Ja. Zegt alles totaal, over jouw volgers. Totaal niet betrouwbaar, zoals je zegt. Maar het is gewoon even grappig om te kijken hoe de vlag er nu bij hangt. We zullen woensdag zien hoe het recht voor staat. Hè? Zeker, ik vond het echt een topdebat. Mag je dat zeggen over je eigen debat? Het is wel een beetje arrogant, een beetje cocky, maar dat mag je zeggen. Oké, dankjewel. Fijne avond, Remco Teulings, onze eigen politiek duider. En hiermee komt een einde aan dat grote 1-op-1 debat tussen Geert Wilders en Mark Rutte. Hier op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ontzettend leuk dat je hebt gekeken. Het volgende grote spektakel, als wij dat mogen uitzenden, zullen we ook weer hier uitzenden. Maar voorlopig is het volgende grote debat van de NOS, en dat is morgenavond al. En dan zullen ook Mark Rutte en Geert Wilders weer van een partij zijn. Maar dan moeten ze het opnemen tegen een stuk meer lijsttrekkers. Maar goed, dat wordt het laatste debat voor de verkiezingen woensdag. Dus morgen het grote lijsttrekkersdebat bij de NOS. Voor nu was dit het 1Vandaag-debat vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nou, en laat ook vooral nog je reacties achter hier onder de video. Het is altijd goed om te weten wat jullie ervan vonden. Bedankt voor het kijken.